Ja. Oké, ik ben Nathan en dit is Vivian. En wij gaan ijsjes maken. Aardbeienijsjes, mijn lievelings. Ja, en welke zak gaan we daarvoor gebruiken? Aardbeienzak. Nee, dit is gewoon een neutrale smaak. En wat gaan we er dan doorheen doen? Aardbeien smaakstof. Ja. Dit is een nieuwe ijsmix van Funcakes gaan we uitproberen. En die is ook glutenvrij. Is hartstikke leuk voor de mensen die glutenvrij moeten gaan. En dat hoeven wij niet, maar het is gewoon wel een goede combi. Dus die gaan we maken. De bedoeling is dat je melk en poeder in de mixer doet. En daarna doen we er nog smaakstof bij. Gaan we 3 uur in de vriezer doen. En dan? Tadaa, een ijsje. Kijk, dan gaan we het hier weer in doen, hè. Ja. Dus we gaan geen ijsjes bakken, maar we gaan nu echt koud ijs maken. Want het wordt warm buiten het weer. Dus dan willen we echt lekker koud ijs, toch? En geen cake-ijsjes. En dan gaat het zo smelten. Ja. Nou, gaan we op de weegschaal zetten, de bak. Het is een beetje krabbig hier, maar dit komt helemaal goed. De bak op de weegschaal? Ja. Dan moet je de weegschaal even op 0 zetten. Dan moet je op die drukken. Oké. En we gaan een vierde van het recept gaan we maken. Van het, zullen we dat even niet doen? We gaan een vierde van de zak maken, bedoel ik. Dat is 1 keer het recept. Het is maar 100 gram en er gaat 200 milliliter melk bij. Maar ik ben wel benieuwd, want ik heb wel eens eerder zoiets gemaakt. En dat werd heel erg groot. Je hebt dus geen ijsmachine nodig. Dat is wel heel belangrijk. Dus iedereen met een mixer kan dit maken. Nou, ga jij kijken tot al 100 staat? Ja. Mama schudt het erin. Stop. Oh, nee. Hoeveel zitten we dan? 100. Ja, dan moeten we 100 hebben. Ja. Yes, 100 gram. Nou, dus zit het nog 3 keer in. Dus wat we nu hebben, kan ik straks nog 3 keer gaan doen als het heel erg lekker is. Daar gaan we wel vanuit natuurlijk. En dan moet melk bij. Het ruikt lekker nu. Hi Jeanette. Oh, kijk, Jeanette zit het ijsje, zie je dat? Ja. En dan gaan we naar de 300. Weet je hoe 300 eruit ziet? Ja, daar 3 en daar 200. Nou, heel goed. Ga jij kijken of we er komen. Eerst moet er 200 komen. Nee. Ja, is meer dan 200 al, hè? Oh ja. 200. 200. En dan? Het ruikt wel heel erg lekker. Kijk, geluidje erbij. Ik zeg stop. Stop. Oei. Eentje te veel. Ja. Dat komt wel goed, hè? Nee, dat komt wel goed. Hi Manuela, leuk dat je meekijkt. Nou, dus we hebben nu 300 gram. Ik zal even, ik weet niet of ik het kan laten zien, het is echt maar heel weinig hier onderin. Een beetje laten zien zo. Kijk, het is echt maar een heel klein beetje. Maar ik denk dat we straks bijna deze bak wel half vol krijgen. Want over het algemeen, we gaan dit dan ook met, ja, ze noemen dat de ballongarde. Hi Linda, leuk dat je meekijkt. Dit is de ballongarde, dat zijn gewoon de kloppers waar je ook je slagroom mee... Mama. Hadden we een ruktelefoon. Ja, dat was leuk geweest, ja. Dan gaan we eens heel veel lucht in kloppen. Even kijken op de zak hoe lang het moet. Wat wil je vragen? Aan jou? Ja. Er komen nog geen duimpjes of hartjes. Oh, dan moet je even vragen. Ah, kijk, daar komen ze al. Dat is je zondag. Mooi. Ik zit te denken, het ruikt zo lekker. Ja, zie je, het heeft al een vanillesmaak. Met Mario erbij moet het helemaal goed komen. Ja, precies. Hè? Goed. We doen ons best. We doen ons best. Ja, dat moet ook goed komen. Goed. Hier staat dat we 2 minuten op hoge snelheid moeten mixen. Nou, dat gaan we even doen. Ja, we doen ons best hoor. En dan gaan we het doen gewoon. Wat staat hij? Op de allerhoogste stand. Op de 10. Ja. Ja. Ik sta op de 10, dus maak een beetje herrie! We kunnen wel lezen wat er staat, maar ik denk niet dat ze ons kunnen horen. Ja. Ik moet mijn mixer vasthouden, anders gaat hij van in aflopen. Ja. Ja.
Als er vragen zijn, stel ze gerust. Ja. We zijn dus dit aan het maken. Ja, het is goed. Het is best hoor, dus duimpjes en hartjes. Deze. Ja, mooi. En dan gaan we zo meteen deze er nog in stoppen, want hij houdt van... Abba! Yeah! Ik heb heel veel, zie je dat? Ga ik je laten zien? Wil je mij de chocola nog een zak geven? Kan ik die laten zien? Nou, volgens mij komt er nieuw in. Goed, er werd gevraagd welke smaken zijn er nog. Deze zijn de twee smaken. Dus je hebt vanille-ijs en chocolade-ijs. Maar we gaan gewoon door de vanille-ijs aardbei doen, wat Nathan houdt van... Appa! Yeah. Dus we gaan een potje van Funcakes. Ga je er gewoon doorheen doen. Er zijn 45 smaken hebben wij ervan. Aardbei! Doen we gewoon even wat doorheen. Ja, aardbei. Mama, weet je wat ik denk? Ik heb zo'n voetje. Ik denk dat je rustig aan bent. Oh, mama, al smileys. Oh, dat vindt iemand jou grappig. Ja. Zo, nou, zullen we even laten zien hoe dat eruit ziet? Kijk. Dat is toch een aardige bak vol geworden. Hij is redelijk stevig. Je mag hier wel even. Al lekker? Mm-hmm. Moet jij even zeggen of het lekker is of niet? Het is lekker. Oh ja, je had nog amper geproefd. Is het echt lekker? Net zo lekker als de andere ijsjes? Mm-hmm. Ik zal geen namen noemen. Maar wij willen eens komen voor een aardbeienijsje. Ja. Ja. Goed, dat gaat de bak in. Oh, dat kun je net niet zien. Zo. Stop mooi in een bak. En dat moet dus 3 uur de vriezer in. En that's it. Dus je hoeft geen ijsmachine te hebben. Je hoeft tussendoor niet meer wat te doen. Je moet alleen 3 uur van tevoren bedenken dat je zin hebt in ijs. En dan zou het straks klaar moeten zijn. Het ziet er echt heerlijk uit. Het ruikt ook lekker. Mag ik ook een likje? Doe eens wat dichterbij. Ja, dat is wel lekker. Nou, ik ben heel benieuwd. We hebben in de webshop een aparte categorie gemaakt, ijsjes. Daar staat het rekje in, de ijshorentjes, ijsbakjes, de ijsmix. Dus daar staat eigenlijk alles in, behalve de smaakstoffen. Kijk, het ziet er echt heel erg lekker uit. Dus dan gaan wij een deksel op doen. Die hadden we ook. Dan heb ik het ijs aan mijn kin hangen. Zo. Echt? Ik ga het al weg, denk ik. En dit gaan we 3 uur in de vriezer zetten en dan komen we straks nog even terug. Dan komen we straks nog even terug. Ja, dan gaan we kijken of het als ijs ook echt lekker is. Ja? Oké. Okay. Even kijken. Ja, 45 smaken. En die met de chocolade bij dus 46. Zal ik ze even allemaal opnoemen? Als je klikt bij ons in de webshop op smaakstoffen, dan zie je ze allemaal wel tevoorschijn komen. Die kan je er gewoon doorheen doen. Goed. Alles op. Ja, was het goed. Ja. Nou, kijk eens. Naar de vriezer. Ja. Ga jij hem erin zetten? Zeg je even dag? Dag! Tot straks! Tot straks!